Welkom bij het onderwerp van de maand oktober. Deze maand gaan we kijken naar de groepsinstellingen in het uniformprogramma. Ik laat het hier zien in versie 5, maar dit is exact hetzelfde in versie 4.1, dus ook daarvoor kunt u dit filmpje gebruiken. We gaan in het menu naar Management, Registratie en Groepen, 1.11 dus. Dit hier is een overzicht van alle groepen. Om meer groepen te maken, doen we dat bij Nieuw. En wilt u een groep wijzigen, dan klikt u erop en dan klikt u op Wijzig. U kunt dan de naam van de groep en het groepsnummer wijzigen. Onder instellingen zien we op welke manier dieren automatisch in bepaalde groepen gaan. Dit betekent hier bijvoorbeeld dat wanneer er een afkalving ingevoerd is bij een dier, dit dier automatisch in groep 1 komt, in de hoogproductieve dieren. Na het droogzetten komen de dieren in groep 5, bij de droge koeien, pasgeboren vaarskalfjes in groep 12 en stierkalfjes in groep 14. Bij de volgende twee groepen geven we aan dat jongvee vanaf een bepaalde leeftijd in een andere groep komt. Hier is dat een jaar en 1 maand, dus in totaal 13 maanden. Na 13 maanden gaan de vrouwelijke dieren naar de vaarsgroep en de mannelijke dieren komen in een andere jongveegroep. Ook zien we hier nog een andere instelling staan. Niet automatisch hergroeperen boven groep 16. Dat betekent hier dat dieren in groep 17, 18 en 19 bijvoorbeeld niet worden hergegroepeerd op basis van deze automatische instellingen. Een vleeskoe die bijvoorbeeld in groep 17 staat, die zal na afkalven dus niet bij de hoogproductieve dieren komen. Wanneer u hier wijzigingen heeft toegepast, dan kunt u hier op nu hergroeperen drukken, zodat automatisch alle dieren in de juiste groepen komen te staan op basis van deze gegevens. Wilt u meer met groepen doen, dan kunt u hier bij geavanceerd groepen maken op basis van de dagproductie, melkmeterproductie, dagen in lactatie en het lactatienummer. Als we bijvoorbeeld verschillende groepen willen maken op dagen in lactatie, dan kunnen we dat hier eenvoudig invoeren. Bijvoorbeeld groep 1 van 0 tot 100 dagen voor de vaarzen en voor de koeien. Groep 2 van 100 dagen tot 200 dagen. En groep 3 van 200 tot bijvoorbeeld 500 dagen. Als u met deze geavanceerde instellingen werkt, dan moet u erom denken dat u een automate-taak aanmaakt, zodat elke dag automatisch gekeken wordt in welke groep elk dier hoort. Een automate-taak maken kunt u hier bovenaan doen bij automate. Het is ook mogelijk om hiervoor een selectiecriterium op basis van groepsgrootte te kiezen. Het programma zal deze groepsgrootte dan leidend laten zijn. Een dier wordt niet toegevoegd aan de groep als een maximale groepsgrootte is bereikt. U kunt hier dus de maximale groepsgrootte invoeren. Wilt u de groepen niet automatisch op basis van productie- of lactatiedagen in groepen laten zetten, dan kunt u dat met groepen indelen eenvoudig handmatig dieren van de ene groep naar de andere groep verplaatsen. We kiezen hier de items die we willen zien. Ik hoef de naam hier niet te zien, maar lactatienummer, lactatiedagen, status en het laatste melkgift. En we kiezen hier tussen welke twee groepen we dieren willen verplaatsen. Bijvoorbeeld tussen de hoogproductieve dieren en de middenproductieve dieren. Om dit makkelijk te doen, selecteer ik hier bijvoorbeeld op melkgift. Ik heb dan de dieren met de laagste melkgift meteen in beeld. Een trucje is hier door de shift-knop in te drukken. Als ik selecteer, dus ik wil bijvoorbeeld vanaf deze koe tot en met deze koe de dieren selecteren, dan heb ik dat eenvoudig gedaan door de shift-knop in te drukken. Ik krijg deze dieren in een andere groep door op de bovenste pijl te klikken. En zoals u ziet staan de dieren nu in de andere groep. Heb ik nou individuele dieren die ik nog over wil zetten, dan kan ik ook makkelijk de controle-knop gebruiken op mijn toetsenbord. Ik wil bijvoorbeeld die koe en die koe en die koe nog verplaatsen.
Doordat ik de controlknop ingedrukt heb, verdwijnt mijn selectie niet als ik een volgend dier aanklik. Ook hier kan ik weer met het pijltje de dieren naar de andere groep verplaatsen. U ziet dat hier nog twee andere pijlen staan. Met de bovenste twee pijlen verplaats ik dus alleen de dieren die ik heb geselecteerd. En met de onderste twee pijlen verplaats ik de hele groep dieren die hier staat. Als ik bijvoorbeeld op deze knop zou drukken, dan zal mijn gehele groep hoogproductieve dieren in de middenproductieve groep komen te staan. Ik heb hier nu 72 koeien verplaatst. Met het groepsoverzicht kunnen we zien welke koe in welke groep zit. Aan het eind van dit overzicht staat ook een samenvatting. Ik kan daar het snelste heen gaan door op de blauwe pijl bovenin te klikken. We gaan dan meteen naar de laatste pagina van het overzicht. En we zien hier dus de samenvatting van mijn groepen en de aantallen dieren die daarin zitten. Zoals u ziet worden alleen die groepen weergegeven waar ook daadwerkelijk dieren in zitten. Zoals u heeft gezien is er qua groepen en groepsindelingen erg veel mogelijk. U kunt dat weer toepassen in de rantsoenen en dus voor verschillende groepen verschillende rantsoenen maken. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u natuurlijk altijd even contact opnemen met onze helpdesk.